Ja, stoer ding hè. Dit is de Hyundai i10 N-Line. Het absolute topmodel binnen de i10 line-up van Hyundai. En in deze video gaan we alles vertellen over deze 100 pk sterke 5-deurs A-segment hatchback. Want dit is eigenlijk een soort van hot hatchback light. Echt een heel tof ding. Voordat we van start gaan, abonneer je alvast op ons YouTube kanaal. En vind je deze video leuk en deze i10 N-Line, geef hem dan even een duim omhoog. Let's go! Ja, €19.795 moet deze Hyundai i10 N-Line kosten. En dat is natuurlijk een smak geld, helemaal voor een A-segment hatchback. Maar je krijgt wel echt een fully loaded i10. Dit is dan de N-Line uitvoering en die is ook aan de buitenkant ja, direct te herkennen. Hij heeft onder meer een andere voorbumper gekregen. En let vooral eventjes op deze ja, LED-elementen. Die vinden we ook aan deze kant. Dat is echt uniek voor de N-Line. Als je een normale i10 pakt, dan heb je hier van die ronde LED dakrijverlichting. En hier heb je van die driedelige LED-elementen. Super leuk om te zien. Groot N-Line badge, hoogglans zwarte grill. En helemaal rondom de auto vind je ook heel veel rode details. Kijk bijvoorbeeld hier eventjes bij de onderbumper. Maar ook hier zitten drie van die sportieve strepen. Dus om te zien is het wel echt een zeer leuke auto. Maar er zijn nog veel meer kenmerken van die i10 N-Line en die laat ik je graag zien. Kijk, want niet alleen de neus ook sportief, ook de zijkant en met name de wielen. 16 inch lichtmetalen wielen krijg je onder de N-Line. En ook op dit zijscherm staat de N-Line badge. Nou, wat houdt die N-Line badge nou precies in? N-Line is als het ware het performance label, maar dan niet met het vermogen, maar dan wel met de sportieve uitstraling van de Hyundai. Je hebt namelijk ook volwaardige en performance modellen. Denk even aan de i20N, de i30N en de i30N Fastback. Nou, N-Line is als het ware wel de looks, maar niet de power. Alleen in dit geval van deze i10 N-Line heb je toch een beetje power, want de Hyundai levert hem namelijk alleen met een 1 liter TGDI 3-cilinder turbo benzinemotor. En dan heb je 100 pk. Ga ik je zo meteen meer over vertellen. Ja, aan de achterkant van die i10 N-Line niet alleen een stoere achterspoiler, maar ook weer een hele sportieve ja, diffuser achter. Natuurlijk niet echt functioneel. Het ziet er wel heel erg sportief uit. En ook hier bespeuren we weer zo'n rode detaillijn. Om natuurlijk die sportiviteit van die N-Line te benadrukken. En kijk eens, twee uitlaatpijpen. Ook dat maakt onderdeel uit van die N-Line variant. En dit is dan ook wel weer stoer of leuk. Kijk, de i10... Op de C-stijl is in fel rood uitgevoerd om natuurlijk mooi aan te sluiten bij die rode detaillijn. Maar ook het interieur van die Hyundai i10 N-Line oogt bijzonder sportief. Want kijk maar eventjes mee. Dat begint eigenlijk al bij het stuurwiel. Ligt overigens goed in de hand. En Hyundai past rode stiksels toe. N-Line logo. Dat N-Line logo vinden we ook op de stoelen. Kijk, heel subtiel staat het N-Line logootje. En het dashboard is verder ook ja, kleurrijk afgewerkt. Met onder meer rode sierringen rond de ventilatieroosters. We zien ook N-Line matten zoals je kunt zien. Hij heeft ook rode stiksels in de bekleding. En de pook, ja, die vind ik persoonlijk wel heel erg gaaf gedaan. Kijk, er zit ook een ja, rood sierelementje op. En een sportief N-Line logo. Schakelt goed. Ja, en die handbak die voelt ook lekker stevig aan. En tot slot, er zitten ook leuke rode sierringen rond de bediening van de klimaatcontrole. Hier vinden we overigens een inductielader. En onder de motorkap van die i10 N-Line ligt een 3-cilinder, zoals ik al eerder zei. Een 1 liter TGDI 3-cilinder turbo benzinemotor met 100 pk. Ja, en hoe dit blokje presteert, daar ga ik je nu meer over vertellen. Het is tijd om te gaan rijden. Zo,
zo eindelijk rijden in de Hyundai i10 N-Line. En dat is oprecht een zeer leuke ervaring. Ik zei het aan het begin van deze video al. Deze auto voelt een beetje aan als een hot hatchback light. Want ja, 100 pk, handgeschakelde 5-bak, voelt allemaal heel erg prettig aan. Maar Hyundai heeft ook werk gemaakt van de wielophanging, maar ook van de stuurinrichting. Want de stuurbekrachtiging die is bij deze auto wat zwaarder gemaakt. Nou, zwaardere besturing geeft vaak een wat sportiever gevoel. Nou, en dat is ook absoluut het geval bij deze i10 N-Line. En ook de wielophanging die is wat stugger gemaakt. Daar moet je natuurlijk wel een beetje van houden. Want als je op een wat hobbelige weg rijdt, ja, dan is deze auto minder comfortabel dan een reguliere i10. Maar het rijden is wel aanzienlijk leuker. Dus ben je van jezelf een wat sportievere rijder, ja, dan moet je absoluut deze N-Line pakken. Uiteraard moet je nou wel bijna 20.000 euro uitgeven, want de prijs begint zoals eerder gezegd bij 19.795 euro. Blijft een klap geld, maar je krijgt dan ook wel een zeer complete auto. Hè? We hebben net al even een rondje gedaan rond alle highlights. Een paar dingetjes nog, zwarte hemelbekleding krijg je er ook bij. Je hebt roestvrij stalen pedalen, die krijg je er ook bij. Dus het is een zeer complete auto. Interieur ook van alle gemakken voorzien. Stoelverwarming op beide voorstoelen. Je hebt zelfs stuurwielverwarming. Dat zit er ook op. Nou, stop-startsysteem, airco, navigatie, ondersteuning van Apple CarPlay, Android Auto. Ja, eigenlijk alles zit erop wat je voor dit geld in een A-segment hatchback mag verwachten. Ja, sportief rijden is met deze Hyundai i10 N-Line gewoon heel erg goed mogelijk. En dat komt omdat eigenlijk alle facetten eigenlijk heel erg goed op elkaar zijn afgestemd. De handgeschakelde 5-bak die voelt ook lekker stevig aan. Het is niet als het ware zo'n kookpot waar je in zit te roeren. Het voelt allemaal zeer solide aan. Besturing is goed, wielophanging is goed. Ja, en het blokje, die 3-cilinder turbo benzinemotor, die hangt gewoon heerlijk aan het gas. Je hebt geen rijmodi, heb je ook helemaal niet nodig. Je hebt gewoon vol gas of half gas, maar je kan ook heel rustig rijden hoor. En dan kun je zelfs 1 op 20 halen. Maar goed, 100 pk dus, 172 Nm aan trekkracht. Van 0 naar 100 in 10,6 seconden en een topsnelheid van 180 km per uur. En dat zijn absoluut cijfers waar je helemaal niet voor hoeft te schamen. Ja, en dat was alles wat je moest weten over deze gloednieuwe Hyundai i10 N-Line. En wil je nog veel meer weten over deze A-segment hatchback met 100 pk sterke turbo benzinemotor? Check dan vooral autorij.nl voor de complete rijtest. Vond je deze video leuk? Geef hem even een duim omhoog. En vergeet je ook absoluut niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video. Echt een leuk ding! We'll be right back.